Techzine Talks, where Techzine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. Techzine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Techzine Talks and deze week gaan we het hebben over 5G sessie Sander. Ja. We hebben het al een keer over een sessie gehad, volgens mij. Misschien al, ja. al meerdere keren zelfs. Ja. Maar dit en nu, uh, en nu, is een ander beestje. Je neemt een afslag, 5G-sessie. Ja. Ja. En daar weet je alles van. Nou, ik niet. Oh, en, oh, nee, want ik weet heel veel. Maar voor sommige dingen moeten we toch ook wel uh, wat, wat, wat hulp inroepen. Dat hebben we bij deze gedaan. Ja, we hebben te gast uh, Wim van Laarover. Hij is consulting systems engineer bij Kredelpoint. Uh, welkom uh, Wim. Dankjewel. Dank wel. Wat is een uh, consulting systems engineer? Nou, ik ben in die rol, ondersteun ik onze klanten en partners in uh, het uh, ja, architectuur, design, uh, de plaatsing, uh, te kijken hoe, een, uh, hoe een, een 5G of een 4G oplossing uh, aan, de, aan de edge, en dus een, eigenlijk een, een uh, cellulaire connectiviteitsoplossing, hoe die uh, in, een, uh, in een businessmodel ingepast kan worden. Oké, okay. en jij weet ook alles van de 5G, 6 hoop ik dan? Uh, nee, maar daar komen we zo achter. <laughs> dat wordt een alles, alles is veel, hè? alles, ja, ja, alles is, is heel, heel veel. Is heel heel veel. veel. Zeker, is... Zeker in een markt die, die vrijwel die continu in beweging is, dan, om dan te claimen, alles te weten. Ja, die vind ik heftig. Ja, nou, dus, dat verstandig. is wel heel eerlijk. Vind ik verstandig. Ja, ook. Oké. we beginnen, ja, dames en heren. U kunt zich abonneren op onze Texine Talks podcast via Apple, Spotify en Google. Vergeet dat niet, hè? Want daarmee krijg je automatisch elke week onze podcast op je telefoon of pc of cetera. Ja. Dus 5G-sessie. Ja, ik vind. Laten we gewoon eerst even een sessie. Daar hebben we het al vaker over gehad, en dan denken we dat we alles weten. Want ja, sessie is sessie. Maar nu, nu heb je dus 5G-sessie. Wat is dat nou? Hoe verhoudt dat zich nou tot elkaar? Ja, dat is wel, het, is, het is grotendeels denk ik in de basis hetzelfde idee, maar dan op een andere manier neem ik aan. Ja, dan, misschien is het handig om eerst heel even terug waar uh, Credelpoint origineel vandaan komt. Uh, de, de, de reis daar naartoe. Dus uh, wij voorzien in wireless one oplossingen. En uh, eigenlijk in de vorm van uh, fixed mobile en IoT use cases. Dus als ik uh, iets uh, aan het internet verbonden wil hebben, of aan een datacenter, of aan een applicatie of een cloud. Uh, en ik zit op een locatie waar ik geen, uh, geen vaste li lijnverbinding heb. Of ik zit op een locatie die uh, in beweging is, lees vrachtwagen. Uh, waar een kabel een beetje lastig is, dan, uh, dan hebben wij daar spullen voor om, uh, om die aansluiting te voorzien in de basis. Dat is waar we vandaan komen. Ja. En des is waar we een aantal jaren geleden in begonnen zijn. Nou, even terug te komen op jouw vraag, hè, van uh, wat levert 5G nu op uh, in, in een sessieoplossing? Uh, initieel, de 5G die we allemaal kennen van reclames en van, van allerlei uitingen van, uh, van providers, is, uh, veel mensen zien het als uh, sneller Netflix, sneller YouTube. En dat is natuurlijk uh, niet waar het origineel voor bedoeld is. 5G is echt bedoeld als een type netwerk voor business to business. Dus het ontsluiten van bedrijven, het ontsluiten van applicaties. En uh, ja, Cradlepoint, geheel niet gekleurd, vindt natuurlijk dat uh, da daar, uh, ja. Ja, daar we dus, dat in 5G er features en functionaliteiten zitten, al zitten of komen, ja. die uh, die SACI, uh, kunnen verrijken. We ja. even terugkomen daarop. Uh, SASI is er al een tijdje. Ja. Was het dan uh, tot jullie met het uh, met de fantastische ingeving kwam om 5G-saties te gaan doen. Uh, onmogelijk om, um, om dat soort edge-omgevingen uh, 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 goed te beschermen. Ja, als je natuurlijk geen, geen kabel, bekabeld netwerk hebt, dan kun je überhaupt geen netwerk opzetten. Dus dan worden uh, we heel snel niks te doen. Nou, maar, we, we werken al, uh, al een tijd met, of eigenlijk vanaf het begin, met, met andere meer traditionele Sasi-leveranciers. Um, en wat je dan ziet, dat is, dat er voor een aantal typen locaties en een aantal use cases, en dan met name mobiel- en IoT-type use cases, dat je dan met meerdere apparaten uh, tekeer moet. Dus je hebt dan en een router om die verbinding te maken, die 4 of 5G-verbinding, en je hebt je SD-WAN-appliance, uh, om zo maar te zeggen. En uh, we hebben toch van heel veel klanten te horen gekregen dat ze liever minder apparatuur deployen dus dat is dat is een logische gevolgtrekking uh, daarvan uh -huh. um, dus in, uh, in in die zin in die zin u, zien wij dus uh, ja een mogelijkheid om zeker al die flexibele locaties om die beter te kunnen ontsluiten met met sd1 ja. en daar komt bij dat en dat is een credo van uh, van ons en uh, in, in de in de lan omgeving is het ook inmiddels... Hè, alles wat wireless kan, wat draadloos kan... zal draadloos gaan. En wij zien eigenlijk die ontwikkeling... Uh, ook uh, aan de one kant. Dus alles wat draadloos kan... Uh, waar de use case zich eigent om draadloos te zijn... en dat zijn ze natuurlijk lang niet allemaal... Nee. Uh, die zullen uiteindelijk draadloos gaan. Ja, nou, dat, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want uh, van oudsher... Ja. missen, door de verdiepte in, uh, in Cradle Point... De, een, een jaar of wat geleden... kwam je heel vaak... Um, uh, voorbeelden tegen als. Uh, ik wil, uh, Amazon Lockers ergens midden in de woestijn in Afrika. Hè, waar je ook. Uh, waar je ook connect, connectivity. En beheren aan wilt doen. Uh, maar zie je, zie je. de, Omdat je. Hey, je geeft net zelf aan. Um, uh, het wordt steeds meer draadloos. Ja. Uh, zie, zie, je, zie je ook een verbreding in het aantal. Uh, een verbreding van de niche. Hè, dus een, een verbreding in het aantal. Deployment locaties, jouw ja, moet moeten noemen, het uh, Use cases. Misschien is dat ja. beter. Engels da ja, beter. Be <laughs> uh, het aantal use cases. En dat vind ik dus, uh, zeker als uh, solution-engineer, vind ik daar, uh, systems-engineer, vind ik daar natuurlijk interessant om met klanten uh, allerlei nieuwe use cases te bedenken. Uh, locaties waar het voorheen uh, lastig of onmogelijk was om een connectiviteit te, te krijgen, of uh, waar het relatief duur was. Um, ja, om daar dan oplossingen mee te maken. kunnen we daar ook voorbeelden van krijgen, waar het voorheen moeilijk was, want misschien dat er dan luisteraars zijn die denken: Oh, wacht eens even. Um, nou, bijvoorbeeld, ik uh, een van mijn klanten, internationaal, die hebben uh, schepen die bouwen apparatuur voor op schepen, mm -hmm. groot heftig. Um, hun engineers die moesten voorheen en dat is pre-corona gingen die vaak naar zo'n schip toe voor de laatste voor de ingebruikname software tweaken en dat soort van zaken meer. Nou, en die maken dus nu gebruik van Cradlepoint om op een veilige manier die engineers van waar, waar dat ze dan ook zitten in de wereld veilig toegang te geven tot die schepen. Nou, die schepen zijn niet hun eigendom. Het netwerk wat erop zit is niet hun eigendom. Dus om toch eh, parallel aan het, aan het bestaande netwerk daar veilige toegang te geven. En wat was dan, hoe deden ze dat dan voorheen, die toegang geven? Nou, of uh, daar werd gedaan met uh, met uh, met uh, de teamviewer PCs uh, altijd soort van zaken of on-site gaan uh, altijd van zaken, dat soort ja. van zaken meer dus dus ja durf ja houd je daar ja <laughs> je ja. maar even en, voor de duidelijkheid <coughs> dat kan alleen als die schepen in een in in een haven liggen of in een bereikbaar gebied hè nou um, de, een aantal van die schepen die varen tussen Denemarken en Zweden en Noorwegen en die hebben gedurende de hele vaart hebben die cellulaire dekking. Ah, oké. Okay. Ja, ik kan zeggen, als we meer op Talantse Oceaan zitten, bijvoorbeeld dan is dit. Talantse Oceaan is lastig, is best lastig. <laughs> maar um, zoals we, we, we concentreren ons hier nu op 5G. In feite is alle draadloze verbinding uh, zou, zou mogelijk zijn, omdat we in de basis zijn, we dus een SD1 appliance nu. En als daar bijvoorbeeld uh, midden op de Atlantische Oceaan, VSAT aan toegevoegd wordt als connectiviteit, dan hebben we dus een Nearshore in de vorm van 4G, 5G. En dan. Uh, ja. ja, maar nog even voor de duidelijkheid, mensen, bijvoorbeeld uh, mensen per bij organisaties die op dit moment al een uh, al al iets van Sassie hebben, is dit iets wat er dan, wat er dan naast komt, wat je, dat je naast een bestaande Sassi kan draaien. Uh, uh, of of, of uh, is, het, is het de bedoeling dat je het helemaal gaat, gaat, uh, gaat uh, replacen? Uh, vervangen? <laughs> um, <clears throat> nou, in, de, in de basis kan het er uh, rustig naast draaien. Omdat <clears throat> de use cases waarvoor we SACI uh, nu in kunnen zetten. Uh, dus die, uh, die mobile en IoT use cases. Daar was in het verleden eigenlijk niet zoveel voor. Dus dat er uh, hoofdkantoren of grote locaties. Dat die op een bestaande SACI oplossing verder blijven draaien. Ja, is prima. Uh, daar... Dat is niet de bedoeling om die meteen te vervangen. Dat kan natuurlijk uiteindelijk waarschijnlijk wel. Maar we concentreren ons echt op die use cases waarvoor het nu lastig is om de SASI-framework uh, uit te rollen. Ja, en ik snap dat uh, dat, dat voorheen, die locaties <laughs> waar jullie op richten, dat SASI niet eens mogelijk was natuurlijk, omdat er ja. gewoon geen verbinding was. Dus dan, um, maar dan, <tankt> dan daarnaast is het nog interessant om te zien wat, wat maakt 5G-sessie nou. Zeg maar technisch anders. Hè, wat ja. maakt 5G nou meer mogelijk binnen een SASI dan, ja. dan je normaal gesproken kan op, op, op de traditionele manier? Als je uh, het Gartner-plaatje bekijkt van SASI, dan heb je natuurlijk SD1 aan de ene kant en SSE aan de andere kant. Right? Um, 5G biedt een aantal functionaliteiten, met name op de security, maar ook op de connectivity as, dat die 5G bol eigenlijk over die SD1 en uh, SSE heen valt. Dus in feite aspecten van beide heeft. Nou, een, een deel daarvan is, zit hem in de security features... die uh, door uh, uh, 3GPP, 3GPP uh, bedacht zijn in 5G. Meer dan in uh, LTE. <coughs> maar een belangrijk aspect, zeker in de toekomst, uh, is, uh, is slicing. Hè, dus het opdelen van, uh, van een netwerk uh, in meerdere... Ja, ik, je zou het... In feite is, als je de, de standaard op naslaat, slaat, is, uh, is een slice is eigenlijk een pseudo wire. Uh -huh. Dus het is een, een soort uh, draadloze koperkabel, zou maar zeggen. Ja, um, een draadloze koperkabel. Ja. <coughs> maar in ieder geval, je ja. kunt hem beheren, je kunt het zien als een kabel ja. uh, qua beveiliging, in ja. die zin. Ja. Dus uh, slicing wordt, uh, wordt heel belangrijk um, om op die manier. Via één verbinding, één sim, eh, toch meerdere policies eh, te kunnen, kunnen definiëren. Dus eh, belangrijk verkeer, minder belangrijk verkeer. Maar dat, dat, dat hadden we natuurlijk al, toch? Of dat, dat was toch al mogelijk binnen, binnen, binnen 5G? Ja, dus is, is al dat he, dan heet het uh, geen uh, slicing, maar heet het multipedian. Dus dat is mogelijk in LTE en ook in 5G op dit moment al. Uh, alleen met een uh, network slice kun je gegarandeerde bandbreedte afgeven. Dus dan heb okay. je echt dat je zegt van nou, ik heb uh, 1 gigabit per second, of 10 of nou, whatever, wat er nodig is. 10 wordt lastig met de zelder trouwens. Ja. Op dit moment. Ja, maar je weet het nooit. <tosses> 6G. <laughs> ja. um, dus dan heb je die, uh, die bandbreedte is dan gegarandeerd. En dat is dan met name voor bepaalde toepassingen is dat... Uh, ja, dus is eh. met de quality of service of zo zie je dan weer. Ja, uh... uh, quality of service dat is dan nu al mogelijk. Maar dan kun je dus alleen met, die, met de prioriteit spelen. Maar er ah, is okay. geen, geen garantie op de bandbreedte uh, op dit moment. Ah, oké. Okay. Maar, maar nog even terugkomend op, uh, um, op, 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 die, op die 5G. Hè? Want, want Misschien is het misschien toch wel even handig om dan... Om dan nog wat beter te duiden wat, wat, nou, wat zo'n verbinding nou fundamenteel anders maakt dan wat je normaal gesproken gewend bent als je op je telefoon kijkt. Uh, wat, ja, misschien is dat wel goed om nog even wat, wat beter te belichten. Die, die, als je 5G gebruikt op je telefoon, dan gebruik je in feite alleen maar de, uh, de extra bandbreedte die dan via een 5G-netwerk ter beschikking is. Je maakt op dit moment, zeker in Nederland, maken we, alleen nog, maken we nog steeds gebruik van enkel de ja de, de de LTE banden de LTE frequenties maar daar wordt dan 5G over, uh, over ge, ge, be, uitgezonden um, die maar die nieuwe features dus die in 5G zitten die maken het dus bij uitstek geschikt om voor ja. dit soort toepassingen te gebruiken ja maar maar die die, die zijn die nou al mogelijk of zijn die nou nog niet mogelijk um, nou, daar komt mijn favoriete pre-sales antwoord. It depends. Ja, nee, ja goed, dat, is, dat is altijd het begin van elk goed antwoord, denk ik. Of ja. is, maar. Um, op dit moment is dus dat slicing uh, is hoofdzakelijk een 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 uh, proefconcept stadium bij de meeste uh, locaties. We hebben het afgelopen jaar op M Mobile World, dus MWC, hebben het laten zien uh, hoe dat dan werkt. In de meeste commerciële, nee, in bijna alle commerciële cores is dit op dit moment nog niet mogelijk. Dus de commerciële providers hebben nog een kleine inhaalslag te maken. We hebben al wel, uh, er is uh, bijvoorbeeld in Finland is een provider bekend die een zogenaamde standalone ja. 5G core heeft, dus waar alleen maar 5G gebruikt wordt. En die uh, die passen het al wel. Maar dat is dus wel noodzakelijk om dit om, om dit breed toe te ja. kunnen passen. Ja. ja. Uh, okay, maar dan komen we natuurlijk wel. maar is dat de, want die, die, die Finse speler waarom is die eerst? Is dat omdat het een vrij nieuwe speler is? Ja, die zijn, uh, die zitten vrij vooraan in de markt. Er is in Amerika is het trouwens ook een speler die vrij vooraan in de markt zit, die in feite besloten hebben niet meer uh, LTE of uh, non-standalone uit te rollen, maar meteen met 5G standalone uh, uit ja, te rollen. Maar hoe, hoe snel mogen we verwachten dat het ook ergens anders uh, bij de bij de KPN's en de, de Odidos en de, van deze wereld. Misschien de proximussen zelf, of zo, weet ik het. We gaan België ook bijtrekken. Wellicht heb we daar ook zicht op. Uh, nou ja, als, als we gaan kijken over wanneer dat. Uh, ik denk dat de meeste carriers in Nederland. Ja, dat is een wilde gok. Uh, en ik kan natuurlijk niet moeilijk voor hun spreken. Uh, want ja, hun rollen de features uit. Maar ergens tussen de, de, de drie en de vijf jaar of zo. Ja, we hebben okay. Dan de eerste, eerste en aangezien die standalone core uitgerold wordt naast de non-standalone, ja. zal het best zo zijn dat de eerste gebruikers daar al veel eerder gebruik van kunnen maken. En dan praten we echt over de B2B, dus de business-gebruikers die dan eerder uh, van die standalone core gebruik kunnen maken. Ja, maar even voor de duidelijkheid: tot die tijd is 5G 16 nog steeds wel relevant, toch? Absoluut. Ziet het niet het absoluut. Alsof we daarop moeten wachten. Nee, nee, absoluut. <laughs> uh, dus uh, 5G-sessie is zeker relevant. Uh, omdat we nu al kunnen laten zien dat we die, uh, die prioriteiten. Maar uh, dus... ja. uh, waar wachten we dan <husv> op, <tus> op, die, op die private slice die heel veel uh, bandwidth garantie kan geven. Daar moeten we op wachten. Nee, we hoeven nergens op te wachten. We kunnen vandaag aan de gang. Nee, kijk, ik, ik, denk, ik, denk, ik denk dat de helder is gek... Het, het, het sessiestuk, ik denk, je, je kan het van twee kanten benaderen. Je, 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 5G-sessie betekent aan de ene kant sessie over 5G. Ja. Nou, dat is op zich al een meerwaarde, want dat ja. was tot voor kort was dat, hè, totdat dit kwam, was dat er niet. Hè? En, dan, en dan heb je de andere kant op geredeneerd. is wat maakt, wat, welke features van 5G maken uh, de sessie, 5G-sessie anders of beter of weet ik veel wat dan die, de, de sessie ja. die, 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 die je kent. En voor sommige van die dingen... Zullen we nog even moeten wachten? Ja, absoluut. Dat ja. is denk ik de ja. samenvatting, toch? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, maar... en, en waarom, uh, een van de redenen waarom dat we uh, ook die 5G-sessie aanhalen en het ook zo vermarkten, is, uh, want de meeste functionaliteit die we nu over 5G kunnen doen, die kunnen we zelfs ook al over LTE doen. Maar dat is eigenlijk ook om bedrijven uh, en met name het Technologisten binnen bedrijven, erop te attenderen dat 5G daadwerkelijk een technologie is, waar mensen in moeten uh, qua, in ieder geval qua kennis moeten investeren. Want er komt het een en het ander op z'n af, ja. uh, wat, uh, wat te gebruiken is. En die tijd die hebben, die hebben heeft het gemiddeld bedrijf wel nodig om uh, zo'n nieuwe technologie te omarmen. Zie, zie je trouwens dat, dat dat sessie wel hoog genoeg op de agenda staat voor die edge locaties? Voor sommige dingen kan ik me wel voorstellen, voor hele, wat wat je net zei. Die schepen en uh, dat soort dingen waar je echt belangrijk in... Maar ik kan me ook zo voorstellen dat er ook wel wat edge-locaties wat zijn die... Ja, die op zich, het is handig dat ze verbonden zijn, maar ja... Uh, nou, is... ik, ik denk dus te weinig. Uh, te weinig aandacht daarvoor. En dat is met name omdat SESI en sd 1 en, uh, en SSE vaak als complex gezien wordt. Uh, het is het ook wel een beetje, hoor. Beetje nog wel, <laughs> um, en des, daarom richten wij ons met, met de deployment richten we ons op Lean IT, dus om het begrijpbaar, beheersbaar en beheerbaar te maken door uh, door Lean IT uh, omgevingen, maar ook om uh, bijvoorbeeld onze channel partners het makkelijk als dienst weg te kunnen laten zetten. Dus we hebben daarin een flexibel business model dat als een partner zegt... nou, ik heb een, een x-aantal MKB-klanten... en die wil ik graag uh, voorzien van een veilig netwerk... Uh, nou prima. Maar als je het nu aanbiedt in Nederland... dan hmm. werk je dus vaak samen met een telco? Uh, ja, eigenlijk altijd. Want er gaat een, een sim in. En maakt in. het dan nog uit welke telco? Nee. nee. Dus jullie hebben daar geen voorkeur in? Nee. Dat is allemaal... Ja, ik weet dat ze allemaal een redelijk vergelijkbaar netwerk hebben. Het verschilt altijd een beetje natuurlijk. En per regio, maar... In de basis maakt dat niet. Uit. Nee, in de basis maakt dat niet uit. Dus niet dat het aanbod verschilt tussen die telco's waardoor jullie een bepaalde voorkeur hebben? Nee, nee zeker niet. Um, en bovenop de telco's, dus de, uh, de MNO's, heb je dus ook nog de MVNO's en de, 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 de data-aanbieders. Ja, dat zijn die virtuele operators die ja, hun capaciteit inkopen. Ja, die capaciteit inkopen, maar die dan bijvoorbeeld op één SIM meerdere operators gaan uh, verbinden. Dus eigenlijk zeggen van nou, ik heb één SIM. En daar zit, er zitten de drie belangrijke uh, spelers van Nederland, zitten daar alle drie op. En uh, het apparaat kijkt wel uh, welke de snelste verbinding heeft, of de stabielste verbinding, en die blijft die aanhouden. Dus, dus ook, het aanbod daarvan wordt ook steeds ruimer, en er wordt steeds meer. En, en dat is dus iets waarop wij uh, natuurlijk mooi in kunnen spelen, in die zin dat het data-aanbod ook veel meer verbreed en ook veel meer toegespitst is op machine to machine en lang niet alleen maar meer op ja. telefoons wordt het dan ook betaalbaarder als, als het aanbod verbreed ja, ja absoluut ja er zijn nu al uh, de, het, het hangt een beetje van het land en de regio af mm -hmm. uh, maar er zijn uh, al, ik werk, in Amerika zijn er natuurlijk al wel klanten die cellular only hè, dus die eigenlijk niet zo heel veel zin hebben om al die uh, bedrade verbindingen te doen. Ik werk momenteel ook met een klant die, in, uh, die Europees wijd die uh, werd een beetje uh, moe van alle providers in alle landen uh, overal verbindingjes te regelen, met name voor wat kleinere locaties. Dus dan zit je, dan moesten ze een home broadband of zo regelen, nou allemaal lastig. Uh, dus die zijn naar een cellular first. Uh, oplossingen. Ja, ja. Dus die hebben voor hun locaties zeg maar, alle kabels gewoon afgeknipt, bij wijze van spreken. Ja. Niet allemaal, maar misschien de meeste wel. Ja. En zijn, want dat wil ik net ook nog vragen, toen je het had over, over die breder wordende niche. En zijn er dan ook nog daadwerkelijk partijen die hun kabels uh, terug de rond in stoppen en zeggen, nou doe mij maar gewoon alleen maar 5G of uh, LTE of whatever in ieder geval. Ja. Uh, ja. Oh ja want dan heb je dan nou echt te maken met een spreek, want het want het andere kan ook zijn dat, dat de, de, als je zegt van de traditionele niche wordt, uh, gaan we steeds meer uh, klanten krijgen, kan ook zijn dat dat, het, uh, uh, dat er steeds meer partijen gaan inzien dat het toch wel handig is om een verbinding te hebben met een, uh, met, ja. met een remote locatie. Dat nou is ook ja, een uh, andere use case. En, en met name bijvoorbeeld als je locaties langs snelwegen daar kun je uh, op dit, in, ook in Nederland, kun je op dit moment wel een verbinding krijgen en die is misschien ook wel betaalbaar maar omdat je aan het, aan het eind van het koperdraadje zit, is die vaak heel traag. Waarbij, uh, als ik klanten heb die dus nu een koperverbinding hebben of een verbinding uh, met daarbij 4G als backup en als die, die vaste verbinding wegvalt, merken ze het omdat het alles sneller werkt. Gaat, die, gaat, die, gaat de verglazing daar niet een, een impact op hebben, op dit, op, dit, op dit scenario wat je nu schetst? Nou, dat is eigenlijk wel interessant, want uh, ik werk inmiddels vier jaar bij, uh, bij Cradle Point, En uh, toen ze mij vroegen, heb ik daar best uh, in Nederland onderzoek naar gedaan? Van ja, maar er wordt zoveel glas in de grond gespit. Ja. Um, maar er blijven nog steeds heel veel. Uh, want ja, Nederland is natuurlijk connectiviteitsland, hè, kennisland. Um, er blijven nog steeds heel veel locaties die echt wel gebaat zijn bij, uh, bij, uh, bij, een, uh, bij connectiviteit waar geen glas is. En dan met name terugkomend op de IoT en mobile use cases, hè, dus de, de um, digitalise digitalisering die slaat toe. Dus uh, ja, het, het aantal locaties wordt alleen maar groter. Ja. Uh, het, het aard, de aard van de locatie verandert. Nou, er gebeurt ook steeds meer aan de, aan, aan de, aan de edge van je, van ja. je netwerk. Hè? Dus... Als je het inderdaad hebt over het, uh, het vergaren van data van IoT-sensoren en dat soort dingen, maar er ook slimme dingen mee doen voordat je ze ergens naartoe stuurt. Dat, ja, dat, ik denk dat dat tot een x aantal jaar geleden gebeurde dat niet zo heel erg veel. Nee. Nu ga je het steeds meer ook ergens centraal nog analyseren en je gaat er altijd allerlei dingen mee doen en dan wordt het natuurlijk nog steeds, uh, wordt het steeds, wordt steeds relevanter, denk ik. Ja, nou, een, een, uh, een, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een, een autonome uh, uh, Boot in, in Amsterdam, die, die daar rondvaart. Daar zijn ze testvaarten mee, mee aan het doen. En die, ja, die vaart autonoom. Dus dan zeg je: ja, daar heb je toch geen verbinding nodig. Maar als die boot iets tegenkomt wat hij niet snapt, uh, dan, uh, gaat die alle, dan gaat hij heel veel data naar de wal uh, sturen. En dan moet vanuit de wal ook ingegrepen kunnen worden. Dus dan is. Een relatief lage latency is van belang. Hoge bandbreedtes zijn van belang om al die, die radar- en lidar-informatie door te sturen. Dat zal in de toekomst nog wel belangrijker worden. natuurlijk Zeker als, ja. je, als, je, als je het ook hebt als meerdere van dat soort dingen het gaan doen. He, nu is er één boot, maar als er al iedereen het gaat doen, ja. dan ga je natuurlijk ook wel veel meer. Maar dat is denk ik wel iets wat je, waarvoor je moet wachten op dat hele concept van die gegarandeerde bandbreedte en zo. Want anders dan wordt het denk ik een beetje te, te Uit, tricky. Uiteindelijk is, is dan een boot. Is dan een schip is dan beter te managen natuurlijk inderdaad als een vrachtwagen die maar 120 over de snelweg dendert. Ja. ja. Um, dus dan da, da hangt het nou, ook een beetje. een boot zit ook niet zomaar stil. Nou, die ze, ze varen niet zo hard. <laughs> um, en als die als die de beslissing neemt om te stoppen, dan blijft hij in. Dan heeft hij een tolerantie van twee centimeter waar die stil blijft staan hangen. Zou maar zeggen bewijzen van. Dus het wordt echt. Het blijft echt netjes stil hangen. En wat ik ook al, toen je net toen je zei over de lean en mean uh, organisaties, ja. euh, dat vond ik ook wel interessant. Want dat klinkt alsof je bij dat soort partijen toch bij voorkeur de hele sterk naar binnen schuift. Ja. ja dus, uh. Uh, zowel SSC als SD 1 Terwijl je ziet nu ook wel in de markt een, een, een ontwikkeling richting SSC als een soort van eerste contactmoment met het concept, uh, eh, eigenlijk het bredere concept, waar ook sessie achter, achter, achter onder hangt. En dan als dat er eenmaal is, dat dan wordt uitgebreid naar ook het SD-WAN-stuk om samen sessie te maken, zeg maar. Ja. En, maar dat, dat, bij dat soort partijen is dat dan niet de bedoeling. Maar, je, maar ik neem aan dat je ook wel een, 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 een verhaal hebt richting partijen die misschien wat misschien op een van die delen willen instappen eerst. Ja, ja we hebben een, een tijdje terug hebben de overname gedaan van Ericom. Dat is dus een, een SSE-player. Het eh, gaat over Remote Browser Isolation, eh, SWG, eh, dat soort van, eh, van zaken. Dus Puur vanuit de endpoint en vanuit de applicatie geredeneerd. Uh, die, uh, die wordt toegevoegd in, uh, in, de, in, de pol, in de SASI policy engine. Want dat is een ding waar de, wat de markt nog wel uh, een beetje mee worstelt. He. Je hebt dus inderdaad partijen die verschillende componenten samenvoegen en dan zeggen dat is een SASI-oplossing. Uh, waar wij naar streven, samen met een paar andere vendoren, nog niet zo heel veel, is uh, single vendor, maar ook single stack. Uh, dus een single policy engine, om zowel je traffic steering, hè, dus je SD wan policies, als je firewall policies, maar ook je SSE policies. Dus wat een, een, wat een gebruiker mag, wat die kan. Uh, om die op die manier centraal dus door één policy engine te laten regelen. Is dat nou? Ja, ik, ik aan de ene kant snap ik dat wel. Dat lijkt me ook uh, makkelijk inregelen. Maar aan de andere kant ik kan ik ook zo voorstellen dat, je, dat er toch wel bedrijven zijn die zeggen nou. Ik weet niet of ik dat allemaal bij, uh, bij één partij uh, wil, uh, wil neerleggen. Hoor je daar ook wel van of niet? Nou, met, met name uh, als we praten over die lean IT. SaaS is ingewikkeld, endpoint protectie is ingewikkeld. Dus hoe meer dat je daar kunt samenvoegen en uh, één beeld hebt van hoe jouw security posture is uh, op elk moment van de dag, uh, daar zal daar wel een voorkeur hebben. Er zullen ongetwijfeld nog meer Traditionele bedrijven zijn waar je een networking afdeling hebt en een security afdeling. Maar nou goed, um, in de basis zeggen wij ook, ja goed, als, je, als SD wan het enige is wat je nodig hebt, nou prima, doen we dat. Um, ja. Als je de, als je wilt beginnen. En want dat is dus een van de van de use cases, is VPN is traditioneel gebruik je om vanaf veel remote locaties naar een centrale locatie te komen. Ja. Als ik daar wil beginnen, om dat te vereenvoudigen, beginnen we daar. Ja. Dan heb, je dus, heb ik dus de technology stack te pakken. Dan begin je met SSE bedoel je? Op nou, dat moment. Nou, op het moment dat je VPN doen. dat, 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 is, dat is echt SD-WAN. Ja, het, ja, het ligt er een beetje aan hoe je dat bekijkt. Dus van endpoints met VPN's naar een naar ja. centraal, dan moet je SSE hebben toch? Ja. Het, ja, dan, oh, dan ja. praat je weer over uh, ZTNA, dus ja. Zero Trust Network ja. Access vanuit ja. de endpoint. Ja, absoluut. Dan, ja. dan praat ja, je okay. over nee, SSE. Dan hebben we dat uh, wel duidelijk. Maar ja, ik... Ben van origine uh, initieel meer een netwerk. Uh, ja, meneer. Maar prima, dus, dat is dus, prima. Nee, dat maakt niet uit. Maar, want uiteindelijk is het wel belangrijk om te weten, wees ook gewoon voor onze luisteraars, van wat, wat, wat zijn nou use cases waarbij, we, waarbij dit echt meerwaarde biedt. Zeg maar. Heb je nog een. In ons volgende gesprek had je het over een. Uh, over een. Benzinepomp? Ja. Ja, en, en, dat is een van die, die use cases, uh, is, is bijvoorbeeld een, een benzinepomp. In een benzinepomp is een relatief kleine IT-infrastructuur. Staat ergens langs de snelweg, uh, wellicht. En in zo'n uh, benzinepomp heb je uh, de kassasystemen, uh, airco, de, de, de pompinstallatie zelf. En een veelheid van apparatuur waar elke keer third party uh, mensen bij moeten kunnen. Nou, hoe geef ik nu in, in zo'n omgeving, hoe geef ik nu derde partijen veilig toegang? tot die resources. Nou, de, zo zit de, 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 onze saas oplossing in elkaar. Het is zero trust uh, in de basis, hè, dus, dus niks kan bij. Het is niet net als traditioneel VPN, waarbij je een gebruiker toegang geeft tot een netwerk, maar hier geef je een resource toegang tot een andere resource. Maar ja. worden die pompen niet door een derde partij al geconnecteerd en beheerd? Kan ik me zo voorstellen. Uh, soms wel, soms niet, maar dan hebben dus die partijen hebben, proberen hun eigen inbelverbinding, eh, in ja. teamviewer, pc'tje, uh, sluiten dingen aan of ze gaan onsite. Dus uh, dan kom ik toch weer terug een beetje op dat houtje touwtje uh, principe um, en, en daar kunnen we dus gewoon beter stroomlijnen in die zin, omdat we kunnen zeggen van nou, dat kassensysteem is een resource en degene die het kassasysteem beheert, die heeft toegang tot die ene resource en verder niks. Maar ik kan me voorstellen dat je ook heel veel klanten hebben die kassasystemen verkopen of pompen verkopen of andere machines. Die nu zeggen, nou laten we dus een eigen 5G ding aanhangen. Dan kunnen we hoeven we niet meer op locatie langs. Tenzij het echt niet meer werkt. Maar dan kunnen we remote gewoon onderhoud doen, of patching. Ja. Of, en, en dan hebben ze allemaal een eigen connectie. Oké, okay, ja, dat klopt ook. Dat, dat gebeurt ook. Uh, maar uh, ja. De, en natuurlijk, als daar allemaal cradle zijn, vind ik het ook prima. Uh, begrijp <laughs> oh, wel, oh, begrijp, ja. begrijp, begrijp niet verkeerd. <laughs> zo uh, zo ken ik ben ik niet. Uh, maar uh, als het gaat over stroomlijnen, in in een aantal gevallen, zeker in in dat soort omgevingen, wordt het niet toegestaan om nog eigen apparatuur te plaatsen, een eigen router te plaatsen, een eigen modem te plaatsen. Uh, daar wordt, want elk, dus de 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 attack service, en dan weer terug even op de security kant te, te springen, wordt daarmee voor zo'n klein benzinepompje enorm groot en onoverzichtelijk. Dus... Ja, maar ik kan me voorstellen, als je, als je uh, kastensystemen of machines onderhoudt. en je moet bij elke klant gaan opzoeken hoe je ook weer moet inloggen naar systeem. Want de ene die heeft een, een mooie 5G-sessie-oplossing. Maar ja, er is ook er eentje die heeft nog een VPN ergens liggen. en weer een andere die zegt: ja, we werken met een remote desktop-connectie. Weet je, en, en zo kan ik nog even doorgaan natuurlijk. Ja. Dat lijkt me voor zo'n zo leverancier ook niet wenselijk. Nee, dat klopt, maar dat is wel de realiteit waar ze nu in leven. Oké. Okay. Ah, okay. uh, omdat, hun klant, als je het over zo'n partij hebt die onderhoud plegen op een kassasysteem, zullen ze voor elke klant zullen ze nu een eigen manier hebben om het wel of niet En, en sommige klanten zullen ze ja, ja. niet kom remote, kom maar langs. langs. Ja. Maar dat is een breed probleem hè? En, uh, ja. in, 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 bij partijen die diensten leveren aan andere partijen. Die verzuipen in de tools en in de, de mogelijkheden. Dus in principe zou een manier om dat te stroomlijnen, zou natuurlijk uh, wenselijk zijn. Want dat is misschien ook wel goed om even uh, richting het einde nog even duidelijk te maken. Uh, het is, dit is sessie, dus dat moet vanuit de cloud uh, geleverd worden, ja. volgens de richtlijnen, heb ik, ja. ik altijd geleerd. Dus dat van jullie, dat draait ook uh, ergens, uh, ergens in een cloud. Ja. Um, wat, wat zijn verder de uitrolmogelijkheden? Uh, als je, dus je kunt het zelf beheren, neem ik aan als je wil. Ja. Laten beheren door jullie of, 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 en, en of door, door, door partners van jullie? Hoe zit dat? Nou, een, een, een combinatie. Dus uh, sommige van onze klanten die willen uh, het centrale deel uh, on-premise of in een cloud-infrastructuur. Lees uh, Amazon, lees uh, Azure. Uh, en het dan in zich heel zelf beheren. Zeker in de grotere, als de schaal wat groter wordt, zie je dat wel gebeuren. Uh, maar het kan ook inderdaad als een full cloud-dienst. Um, dat je in feite helemaal de, de hè, we hebben een, een behoorlijk aantal pops over de hele wereld. Hoeveel uh, weet je dat? Uh, het zijn er nu iets meer dan vijftig, maar daar komen er elke uh, dat is best uh, ja, best netjes. Ja, dus er, er komen er gewoon wel, uh, wel continu bij nog. Ja. Um, en om om ervoor te zorgen dat we dus zeker als het om cloud-applicaties gaat, hebben ze dicht mogelijk bij bij die cloud-applicaties. Ja, zitten. Dat, dat is het idee, natuurlijk. Van het hele best da, Dat is het hele ja. spe, dat is ja. het hele spel, ja. um, dus dus die. Uh, en, en of daar dan een klant het helemaal zelf beheert. of inderdaad door een partner of een integrator. als, als dienst. Uh, als managed dienst weggezet wordt. of misschien zelfs door een operator opgepakt wordt. Uh, om als managed dienst weg te zetten. Want. ja, zoals ik toen net al zei. ik heb geen. Uh, voorkeur voor. voor een operator. Maar net als in Amerika. werken we al wel. samen met specifieke operators. om zo samen. Uh, ja. bepaalde. Uh, ja Diensten in de markt te zetten. Maar nog even voor, voor, de, voor de duidelijkheid... je kunt het dus ook allemaal in je eigen virtual private cloud of in je, in je, in je ja. private cloud draaien. Ja. ja, dat is gewoon on-prem. Ja. En dan lever je het nog steeds als een dienst, maar aan je, eigen, aan je eigen omgeving zeg maar. Dat is een beetje de. Ja, maar dat wordt dan wel, neem ik aan, gewoon uh, beheerd in de zin van geüpdate en dat soort dingen allemaal vanuit, uh, vanuit jullie. Of, uh, ja, dus ja. Netcloud Manager, ja. uh, ...dat heb ik helemaal helemaal niet genoemd. Netcloud Manager of. is ons centrale management platform. En alles wordt beheerd vanuit NetCloud Manager. En de okay. deployment manier maakt ook voor de policy engine niets uit. Dus je zou zelfs een combina combinatie kunnen hebben van on-premise uh, uh, gateways, uh, in de cloud uh, gateways. En alles wordt via één uh, policy engine uh, beheerd. Ja. ja, je moet alleen denken als bedrijf dan wel heel goed in de gaten hebben wanneer je wat wil. Want dat is wel belangrijk. Want als jij. Zeg van ik wil graag in mijn eigen private cloud draaien, maar ik, ik maak nog wel gebruik van heel veel SaaS-applicaties. Dan kun je natuurlijk wel eens een probleem krijgen met je latency en dat soort dingen, allemaal. afhankelijk van waar die draaien. Nou ja, dat is uh... natuurlijk een onderdeel van, van het hele sd wan verhaal. Is van wat is de beste plek om verkeer af te leveren? Dus application-based uh, traffic steering is absoluut een onderdeel van het sd wan stuk ja. van Saci. Ja. Waarbij je dus kunt zeggen van nou, ik heb uh, bepaald verkeer wat of is het 365, weet ik. Salesforce. Een, een applicatie in de cloud, dus echt een clouddienst. Um, en daar heb je dan natuurlijk overheen wel je SSE functionaliteiten, zoals ja. Browser Isolation, om dan die end-user ja. te beschermen. Ja. Maar dan doe je het verkeer, gaat daar, verlaat het netwerk daar ja. waar het het meest zin maakt. Oké. Okay. Nou, volgens mij uh, ik heb er wel redelijk scherp nu wat, uh, wat jullie doen. Ik, uh, dan, uh, volgens ja. mij heb jij nog, wat, uh, nog, een, nog, een, nog een nabrander eventueel? Of je zegt van. Uh, nou, nou, je je hebt, hebt net nog de Netcloud kunnen noemen, dus dat is dan, ja, dan weer fijn. dat is dan weer, dat is dan weer fijn. Anders dan had ik daar commentaar op gekregen. Ja, volgens mij heb je nog niet genoemd dat jullie inmiddels onderdeel zijn van Ericsson. Ja, dat klopt. Dat heb ik Misschien inderdaad. moeten we dat nog even niet benoemen. Genoemd. Uh, ja, dat staat alleen in mijn artikel van twee jaar geleden. Dus op zich. Oh, dat, dat is wel iets. Dat hadden mensen. Hè? <laughs> drie, drie, drie jaar geleden. Kloof, een ja. beetje <laughs> maar dat maakt niet uit. <laughs> maar op zich wel goed, uh, goed te, te noemen. Want inderdaad is dat niet uh, zomaar breed bekend in de, in de markt. Dus niet genoeg mensen hebben jouw artikel gelezen, neem ik dan aan. Um, ik niet. <laughs> zijn er zijn er nooit genoeg die het gelezen hebben. Dus dat wordt er uh, ja. nou, uh, Er is een onderzoek geweest over... Uh, Waarom bepaalde waarom bedrijven uh, SACI, überhaupt naar SASI kijken. En waarbij je in heel veel IT-ontwikkelingen uh, ziet dat het kostgedreven is, zijn nu uh, top, de, de top drie is ingegeven door uh, meer zekerheid, het, uh, het samen willen laten werken van netwerk en security afdelingen, omdat dat nu nog een beetje te, uh, te verspreid is in veel gevallen. Dat daar in feite de, dus, dus uh, die, die samenwerking en integratie uh, tussen afdelingen, dat daar voor heel veel uh, bedrijven de, de motivatie is om serieus naar stage te kijken. Ja, en, uh, maar is dat dan, uh, die, we komen hier op, uh, doordat uh, Kuno Erik zo vroeg, is dat, heeft dat daar ook een, speelt dat daar ook een rol in of niet? Of, um, of leg ik nou een verkeerd verband? Dat zou kunnen. Nee, we hadden het net over het nabranden. Oh, dat. Ja, oké. Okay. Dus, was een nabrander. Oh, dat was een nabrander. Oké, oh. okay, nee, dan, dan is het helder. Ik dacht, dan, ja. ik dacht dat wat u nou te maken so, met, so, met het feit dat jullie van Ericsson zijn. Nee, sorry. Nee, want de, ja. we zijn natuurlijk, we zijn wel onderdeel van Ericsson, maar we zijn wel network agnostics. Ja, die mooie... komen met iedereen samenwerken. Ja, wil. absoluut. Dat ja. moet ook wel, denk ik wel denken. Ja, oké. Okay. Okay. Nou, dankjewel. Nou ja, tot zover de podcast over 5G-sessie. Wim, bedankt. Graag gedaan. Uh, vond je dit een interessante aflevering? Of heb je toevallig net die collega die hiermee bezig is? Deel deze aflevering dan. Met hem of met een van je vrienden, familie, collega's of alle anderen. Uh, je kan je natuurlijk ook abonneren, zoals al eerder vermeld, via Apple, Spotify en Google. En dan tot volgende week. Texine Talks. En vergeet ons niet te reten: we ontvangen graag 5 sterren via Apple, iTunes of Spotify. Thank you. Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.